Goedenavond. Hoe volledig is het rapport Deetman? Nu blijkt dat de katholieke kerk een misbruikte jongen castreerde. Het rapport Deetman over misbruik in de katholieke kerk is onvolledig. Dat schrijft NRC Handelsblad vandaag. In ieder geval twee schokkende feiten die bij de commissie bekend waren, worden niet gemeld in het eindrapport. We beginnen met het verhaal van Henk Heithuis, die eerst seksueel werd misbruikt door een geestelijke en daarna op last van de katholieke kerk werd gecastreerd. Hij kwam terecht bij de familie Rogge, die het aangrijpende levensverhaal van Henk Heithuis bij de commissie Deetman meldde. Ja, hier zie je Henk Heithuis zitten. En hier zie je mijn moeder. Kijk, hij lacht en lacht. Henk Heithuis is al meer dan 50 jaar dood. Zonder de gebroeders Rogge had niemand van zijn misbruik en castratie geweten. Toen waren de vrouw even de kamer uit en toen zeiden wij brutaal weg: nou, laat je broek dan eens zakken, anders geloof het niet. En hij liet zijn broek zakken en inderdaad, er was niets meer aanwezig daaronder. En dat was zo'n enorme shock voor ons. Dus zijn verhaal was helemaal op waarheid berust. Het was geen fantasieverhaal, nee, hij was totaal verminkt. Kort na zijn castratie vertrekt Henk uit Nederland als purser op de Grote Vaart. Hij wordt doodziek en stapt in Japan van de boot af. Toevallig ontmoet hij daar IJsbrand Rogge. Onthutst over diens castratie ontfermt Rogge zich over hem en vraagt zijn moeder om de doodzieke Henk in haar Amsterdamse pension op te vangen. En daar stond een jonge man die totaal vormeloos en gezwollen was. Moeilijk uit zijn woorden kwam en vertelde dat hij door mijn broer was gezonden. Moes stuurt Henk naar een bekend seksuoloog die hem hormooninjecties geeft. Daar knapt hij zo van op dat hij besluit de paters die hem lieten castreren aan te gaan klagen. Jarenlang misbruikte in verschillende weeshuizen. En niet hij alleen, maar heel veel weeskinderen werden misbruikt. En hij noemde het zelf een soort Sodom en Gomorra, wat aan de gang was. Het een enorme woede. Van jongs af aan woont Henk, net als zijn broers en zus, in een weeshuis, omdat zijn ouders uit de ouderlijke macht zijn gezet. Rond zijn 16e komt hij in internaat Harreveld. Daar wordt Henk misbruikt door broeders van de Orde van Amsterdam. De haren rees ons te bergen. Deze verhalen hadden we nog nooit gehoord, dat de geestelijkheid zich zo vergreep aan onschuldige weeskinderen die van niets wisten. Dus die Henk Heithuis, die is helemaal verminkt door het leven gegaan. Henk is niet de enige. Een pater, en die werkte in de bakkerij. En dan had hij ons met die warme koekjes had hij gezegd: kom maar binnen. En dan had hij gezegd: kijk, hier is die bak over. Had hij me aan de arm genomen, meegenomen. Oh, en dan had hij zijn hand overal gedaan. En dat wou ik niet. En dan had hij me nog een keer eindig geknald. Want hij had gezegd: als ik wat zeg, dan krijgen we problemen. Henk getuigt tegen de broeder-overste en de broeder die hem misbruikte. Maar de zaak wordt geseponeerd. Wel wordt de overste overgeplaatst. En Henk moet ook weg. Hij krijgt de schuld de paters te hebben verleid. Na het jarenlange misbruik wordt hij als homoseksueel geadministreerd en opgesloten in de katholieke psychiatrische inrichting Huize Padua in Boekel. Daar besluiten de paters dat Henk gecastreerd moet worden. In de tijd hadden ze een vreemd dwangidee dat als je een jongen castreerde, dan werd hij van homoseksueel, werd je opeens heteroseksueel. 20 jaar is Henk dan, in die tijd wettelijk minderjarig. Maar ook toen mochten minderjarigen niet worden gecastreerd. Toch brengen de paters hem naar het Sint-Jozef ziekenhuis in Veghel. Hij vertelde mij hoe hij vast werd gebonden op een bed. En met één haal werden het scrotum eruit gesneden. En daarna
werd hij naar een ziekenzaaltje gestuurd om bij te komen. En daarna volgden nog 10 andere jongens en die kon hij nog horen schreeuwen. Hij mocht dan uit het gezicht, want hij had boetedoening gedaan. Hij was vrij van zonden. Na zijn castratie gaat Henk dus de grote vaart op. Tot hij zo ziek wordt dat hij van boord gaat in Japan. Terug in Nederland klaagt de rederij Henk aan voor desertie. Verbijsterd hoort de rechter dat Henk ziek werd door castratie. De rechter doet zelf aangifte en wil een proces starten tegen de paters wegens verminking. Dit is niet het enige geval. 9 gevallen zijn bekend. En wat er nog volgen kan. Frans Eichelsheim doet samen met andere jongens aangifte tegen de paters die hem misbruikten. Nou, dan heb ik moesten we daarheen en dan moesten we vragen, was hij dat? En dan heb ik gezegd, ja, dat was hij. Ja, dan moest ik nu een paar woorden zeggen, wat had hij gedaan? En dan heb ik dat verteld. U moest getuigen in de rechtbank? In de rechtbank, met 12 jaar. En wist u hoe het afliep met broeder Henricus? Nee, daar hebben we nooit niks van gehoord. Henk is vol goede moed. De aanklacht tegen de paters is ingediend en een krant zal zijn castratie openbaar maken. Op een gegeven moment zou er een heel groot stuk komen in 1957 in Parool. En dat is op het laatste moment is dat niet doorgegaan. Niet aangedurfd? Nee, dat was te erg. En te onwaarschijnlijk zelfs. En ook het proces tegen de paters gaat niet door. De aanklacht is afgewezen als niet geschikt zijnde voor openbare behandeling. Dit heeft men hier boven de Moerdijk wel verwacht. Dus dat leven van hem, wat zo vrolijk leek aan te komen, dat eindigde dramatisch. Opnieuw slaat het noodlot toe in Henks leven. Hij komt om bij een auto-ongeluk. Het proces tegen de paters is hiermee ook afgesloten. Wel is Henk toch nog rooms-katholiek begraven, terwijl dat niet zijn persoonlijke wens was. Alles wat ik gehoord heb, komt van Henk Heidhuis. Eigenlijk heeft hij ook gevraagd, als er mij ooit iets mij mocht overkomen, vertel dit aan de wereld, want dit is te gruwelijk om verheimelijk te worden eigenlijk. Vandaag is het aan de wereld verteld.